Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 30 september. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en vandaag is Frank jarig. Ik heb hem al gefeliciteerd, maar Frank, mocht je dit toevallig zien, gefeliciteerd. Ik heb een highlighter gebruikt. Ik ben heel erg aan het glimmen. Je ziet het waarschijnlijk al. Ik heb een beetje te veel gepakt. Dus het is een beetje de glimwormshow vandaag. Maar hey, het is even zo. Vandaag op de planning lekker de woonkamer. Die is ook echt even toe aan een goede schoonmaakbeurt. Daar heb ik ook wel zin in. Ik vind lekker weer alles schoon. Ik heb het weer verschrikkelijk koud. Ik weet niet hoe ik het steeds voor elkaar krijg. Maar ja, ik heb er last van. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar Frank en Rogier checken in. Ik moet wel heel eerlijk bekennen. Het is een leuk programma. Ondanks dat ik dus niet thuis ben in B&B's en ik heb er nooit gebruik van gemaakt. Maar ja, het is leuk dat mensen dat willen doen natuurlijk. Wat ik jammer vind is dat het meer een beetje de Rogier-show lijkt als de Frank en Rogier-show. Want Rogier heeft wel echt het woord in. Het is echt zo, Rogier heeft de broek aan, lijkt het wel. Alles waar Frank mee aankomt, dat keurt hij af. Hij doet gemaakter als voorheen. Dat vind ik heel erg jammer. Het lijkt heel erg alsof hij allures heeft gekregen. En dat vind ik echt wel heel erg jammer. Dat vind ik wel een beetje een stoorpuntje. Dat staat me een beetje tegen. Weet je, ze waren heel anders bij Paleis voor een prikkie als hier. En... gezondheid. Je merkt gewoon, hij is qua uiterlijk ook heel erg veranderd. Hij ziet er ook niet heel erg goed uit. Hij heeft heel veel wallen. Het is ook bekend dat hij niet vies is van een botox spuitje hier en daar. Goed, dat is ieder persoonlijk. Ik vind hem er gewoon niet heel gezond uitzien, mede door die wallen. Maar ik vind gewoon dat zijn gedrag te erg veranderd is. En dat vind ik wel heel erg jammer. Want ja, dat kan een beetje storend zijn. Ik las ook al reacties op Facebook dat mensen dat ook vonden. En ik kon me daar goed in vinden. Daarna heb ik Getekend voor het Leven gekeken. Dat is ook wel weer mooi. Je ziet gewoon, sommige tatoeages gaan gewoon heel snel, verdwijnen gewoon heel snel. Maar sommige denk je, waarom heb je dit ooit laten zetten? Er was bijvoorbeeld één vrouw die had hier op haar knokkels, op beide kanten stond, fuck you. Ze heeft het in een periode gedaan dat ze met een man was die waarschijnlijk niet zulke hele goede invloeden had. En ze hebben dat idee gekregen wat zij vertelde en zij heeft het gedaan en die man niet. Inmiddels relatie verbroken, was een alleenstaande moeder. Ja, dan heb je op je knokkels, fuck you staan. Ja, ik snap wat je daar vanaf wil. Hoe kom je er überhaupt bij om zoiets te doen? En er was één jongen en die had ook een gouden tand. Die had hier een tatoeage en ook wat op zijn handen. Die gingen heel snel weg. Die op zijn gezicht, dat zou zeker nog een jaartje duren. Het gouden tand was eruit. Gaf al een heel ander aanzicht. Ik weet niet, ik vind dat er ook niet heel lekker uitzien als iemand een gouden tand heeft of zo. Dat ziet er gewoon... ja, het ziet er gewoon heel onnatuurlijk uit. Niet echt. Nee. Maar dat was een mooi programma. Ik heb Rex gekeken. En ik ben weer begonnen met Jane the Virgin. En oh, ik heb het gemist. Ik vond het echt... het was weer zo leuk om naar te kijken. Ik heb er echt weer van genoten. Gewoon, je zat er ook eigenlijk gelijk weer in. Er kwam gelukkig wel een klein voorstukje. Moest wel weer even inkomen. Oh ja, wie zaten er ook alweer allemaal in? Omdat ik in tussentijd alweer heel veel andere series heb gekeken. Maar ja, het was gewoon weer vanouds leuk. Ik word er blij van. En dat was het. Ik heb de foto's zo goed als bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe foto maken. Die was niet goed gelukt. Die was niet duidelijk genoeg. Het artikel is nog niet afgekomen. Dus die probeer ik nu morgen online te hebben. Want het kwam omdat mijn server van mijn blog die zit weer vol. Dus ik moet weer wat dingen gaan verwijderen. En het was op een gegeven moment gewoon... ja, ik zoiets had. Ik wil nu gaan Netflixen en daarna ook gewoon naar bed. Dus... ja, dat was dat. Ik ben ook weer in een nieuw boek begonnen. Dat was ook weer super leuk. Dus wat dat betreft was het een prima avondje. Ik kreeg wel net een melding dat een mondkapjesverplichting komt. Ik weet nog niet hoe en wat. Ik denk dat het vanavond in het nieuws uitgebreid zal worden besproken. Ik heb nog geen zin gehad om een nieuw bericht te lezen. Maar waarschijnlijk krijgen we dus gewoon een landelijke mondkapjesverplicht. Dus ik ben wel heel benieuwd in hoeverre dat... van vanaf wanneer is het geldig? Waar moet je een mondkapje dragen? Dat soort dingen. Maar goed, dat wachten we eventjes af.
Ik ga nu lekker aan de gang. Ik ga eventjes de kleden wassen die ik op de bank heb liggen. Die heb ik altijd op liggen als soort bescherming voor de katten. Dus ik ga even de kattenbak scheppen en dan gaan we wat doen. Dus ik ga jullie erbij zetten. Zo, een schoon huis verder. Althans, schone woonkamer. Dat voelt heel fijn aan. En ik heb even lekker gebullet journaled. De doelen van september zijn af. Ik ben best wel lekker even ver gekomen. Was ik wel even lekker bezig. Dus dat was wel fijn. Het niet fijne is deze nagel. Ik ga hem scherp stellen. Hij is afgeknapt. Hij heeft er heel weinig zin in om hem scherp te stellen. Nou ja, hij was dus heel mooi lang. Hij is nu dus wat korter, want hij is afgeknakt. Dat deed best wel zeer. Ik vind het ook een beetje jammer, maar oké. Het deed voornamelijk veel pijn. Ik ben er ook uit. Ik heb net een melding gekregen van nu. En er is dus een advies om landelijk mondkapjes te dragen. Het is dus niet verplicht, maar het wordt dus zoveel mogelijk geadviseerd. Dus ik weet niet hoeveel mensen dit gaan doen. Ik heb zelf wel een mondkapje. 1. Het ziet er niet uit, maar dat is bij niemand. 2. Dat ding zit me echt meters te groot. Het is gewoon, weet je, als ik een mondkapje draag, dan komt al mijn adem, die komt nog buiten het mondkapje, omdat ik gewoon overal kier heb. Maar goed, ik zal hem gewoon in mijn tas stoppen. En, nee, we gaan het wel zien. Ik ga nu lekker relaxen. Ik ga vanavond Steenrijkstraat Arm kijken en Obies. Rex en weer lekker Jane Virgin. De vlog is al af, dus die hoef ik alleen nog maar te uploaden. Thumbnail maken. Oh ja, ik moet nog wel even het andere fotootje maken. Dat moet ik niet vergeten. Verder nog iets? Nee. Oh ja, dan eventjes die overige foto's bewerken. Het artikel moet online. En dan even proberen of ik het artikel, of ik die foto's kan, of ik wat ruimte kan krijgen. Waardoor het artikel van de hangmat online kan. Dus dat wordt mijn avond. Ik heb de patat er al uit, zodat het even iets kan ontdooien. Want van die keiharde patat, daar hou ik niet zo van. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is alweer 1 oktober. Ik vraag me echt af, waar blijft de tijd? Niemand zal het weten. Ik ben klaargemaakt en ik heb mijn foundation wat langer laten doorlopen. Want Nathalie vond de overloop niet zo mooi, dus ik heb het geprobeerd. Maar ik kan niet mijn hele nek gaan ondersmeren. Ik doe het altijd een beetje op gevoel en ik heb het idee dat het altijd wel oké was. Maar ze zei, ja, de overloop ziet er niet mooi uit in je vlog, dus daarom heb ik het nu wat langer laten doorlopen. Ja, toen kwam gisteravond om 6 uur dat bericht toch dat er dringend wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. En ik moet straks boodschappen doen. En ik moet zeggen, ik vind dat best wel een beetje spannend vandaag. Aan de ene kant is het goed dat ze dingen willen proberen natuurlijk. Hè? Zoals een mondkapje gaat het werken. Maar ik denk wel, een dringend advies is voor mij niet een moeten. Want het is blijft een advies. Dan moet je gewoon zeggen, oké, het is een verplichting of niet. Dus ik vind het alsnog een beetje vaag. Dus je laat alsnog een beetje de keuze aan de mensen van, doen ze het wel of doen ze het niet. Ik heb gisteren even mijn mondkapje opgehad. En dat was puur omdat Nathalie aan mij vroeg, ga je een mondkapje dragen? Toen zei ik, ja, ik weet het niet zo goed. Een mondkapje zit bij mij te groot. Een mondkapje sluit bij mij niet mooi aan. Ik heb heel veel gaten en kieren. Dus hier komt echt heel veel kieren doorheen. Aan de zijkant sluit het niet mooi aan. Omdat ik gewoon blijkbaar een te small bekje heb voor een volwassen mondkapje. Maar ik denk dat heel veel mensen daar last van zullen hebben.
toen zei ze, heb jij een mondkapje dan? Ja, waarom heb jij een mondkapje dan? Dus ik zei, nou, ik heb er toen een tijdje eentje gekocht. Omdat ik dus dacht, als het een verplichting wordt, dan heb ik er in ieder geval eentje. Dus ik deed hem op en ten eerste vond mijn mondkapje verschrikkelijk hoor. Maar omdat ik een mondkapje heb met lippen, ik heb even een foto ervan dat ik hem op heb. En dat is ook gewoon, ja, smaken verschillen natuurlijk. Ik ga even kijken of ik hem kan vinden of dat ik hem al heb weggedaan hoor. Daar lijkt het op. Ik heb ze al weggegooid, die foto's. Dus ik kan jullie niet laten zien, helaas. Maar oké, weet je. Daarom vind ik het nu wel extra spannend. Omdat ik niet zo goed weet wat ik nou moet doen. Kijk, als iedereen een mondkapje draagt, ga je misschien ook wel opzetten. Maar ik vind het wel lastig. Het zit ook echt niet fijn. Je wordt er best wel benauwd van. Ik heb hem dan eventjes een paar seconden opgehad. En ik had zoiets van, oei, het is best wel benauwd. Ja, aan de andere kant, weet je, chirurgen en tandartsen, die hebben zo'n ding de hele dag op. En die hoor je ook niet zeuren. Maar als ik dan kijk bijvoorbeeld naar Duitsland en Frankrijk. Die hebben vanaf de eerste coronagolf die er was eigenlijk al mondkapjesplicht gedaan. En daar heeft het eigenlijk ook niet geholpen. Want daar is het ook net zo hard weer terug. Dus ik vraag me af in hoeverre het werkt. Maar goed, het is een experiment denk ik. Ze proberen nu alles om te kijken of het misschien minder wordt. Ik ben bang dat het niet gaat helpen. Dus ja, daar vind ik het allemaal een beetje spannend. Voor de rest heb ik gisteravond lekker televisie gekeken. Steenrijkstraat, Arm en Obese. Was heel heftig. Was een jongen van 15. Hij was 1,95 meter. Dus hij was ook heel groot. Hij woog 195 kilo. Hij moest minimaal 50 kilo afvallen. Was hem gelukt trouwens. Dat vond ik wel heel knap. Dat is hem ook gelukt. Dus dat was goed. Maar je merkt wel, op het laatst begon het een beetje te versloffen. Omdat hij en met zijn school zat. En hij vond het allemaal een beetje lastig te combineren. Ook omdat hij bezig was, ga ik wel of ga ik niet over. Dus dat was allemaal een beetje lastig. Maar uiteindelijk had hij zijn doel behaald. En je hoopt dan gewoon dat die mensen het ook vasthouden natuurlijk. Als ze eenmaal zoveel afgevallen zijn. Ik denk dat hij nog wel meer moest afvallen. Want volgens mij mag je, als je 1,95 bij 95 kilo wegen. Om en erbij. Dus hij zou nog wel even wat moeten afvallen. Maar goed, het was bij hem ook wel een beetje 5 voor 12. Want de doktoren hadden gezegd, als je er niks aan gaat doen, is de kans groot dat je er 20 in haalt. En dan ben je 15. Dus dat was ook best wel heftig. Ik heb weer lekker Jane the Virgin gekeken. Ik heb Rex gekeken. En ik heb de vlog ingepland. Ik heb mijn artikel online gezet. En ik heb ook het artikel voor de opdracht die ik had ingepland. Dus wat dat betreft goed bezig geweest. Ik ga nu even stofzuigen in de kattenbak doen. Dan ga ik de tassen pakken, want dan ga ik straks boodschappen doen. Mijn coach is hier om 3 uur. Dus vandaag zal ik weinig vloggen, omdat ik eigenlijk gewoon weg ben voor de boodschappen. Maar goed, dat zijn jullie wel gewend op donderdag. Dus ik ga eventjes wat doen en ik zie jullie sowieso weer als ik terug thuis ben. Zo, ik ben terug van de boodschap. Ik ben een beetje nat geregend. Maakt niet uit. En ik moest bij het kruidvat een mondmasker op. Drogisterijen waren wel verplicht, supermarkten nog niet. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik had hem gelukkig bij me en ik wilde naar binnen lopen. Toen zag ik dus een papier hangen met mondmasker verplicht. Toen kwamen er net een moeder en een dochter uit. Die zeiden, ja, wij wisten het. Oh, of wij hadden hem niet bij ons. Ze zijn overal uitverkocht. Ik zei, ja, ik heb er wel een bij me. Ik zeg, maar ja, ik had hem gewoon nog niet zien aankomen dat het ook al echt verplicht zou worden. Dus goed, ik heb mijn mondmasker opgehaald. Het was goed dat ik hem bij me had. Heel veel winkels is het ook nog niet. Supermarkten niet, maar de drogisterijen waren hier wel verplicht. Althans, ik heb een dingetje zien hangen bij het trekpleister en bij het kruidvat. De rest van de winkels weet ik dus niet. Maar je merkt wel dat heel veel mensen ook wel mondmasker dragen. Ik zal jullie even de boodschapjes laten zien. Het is nu 4:15, dus deze fijne vriendjes die gaan zo eten. Je hebt honger, hè? Ja, nog even wachten. Is nog geen tijd. Dus, dat gaan we eventjes doen. Ik heb alles hier staan. Dan beginnen we even. Ik ga eerst even de pot eruit halen. Allereerst heb ik keukenpapier gehaald. Want dat gaat er toch altijd best wel hard doorheen. Dan heb ik weer even vochtig toiletpapier. Ik vind het altijd heel fijn om in huis te hebben. Alleen ik vind het heel erg vervelend. Want ze hebben dus niet meer diegene met het klepje. Lidl is vochtig toiletpapier sowieso een drama om te leveren. En bij Plus hadden ze dus niet meer met het klepje. Dus ik heb nu maar met zo'n trekding. Maar ik vind het eigenlijk niks omdat het vaak van uitdroogt. Een zakje patat. Een zakje met aardappelschijfjes. Ik heb voor in het potje op tafel pepernoten, kruidnoten moet ik zeggen, anders krijgen we die discussie weer. Gewoon kruidnoten, dit is gewoon een klein zakje en ik denk ja dat is prima weet je, want ik ben toch alleen.
Verder heb ik hier nog boontjes. Boter. Maar hij staat niet echt lekker scherp. Oh, daar komt hij. Hij heeft een beetje moeite mee. Dan heb ik nog een broccolietje. En een zakje jus. Nou, ik had even medicijnen opgehaald. En ik had bij het kruidvat eventjes kuppensoep gehaald. En dus dag- en nachtcreme in een potje. Ik ga dus even kijken voor spateltjes. Want ik kreeg van jullie al de tip dat je gewoon spateltjes kunt gebruiken. Mijn is nog niet op, maar dan heb ik hem even staan. En dit is dan de dagcreme. Dus er zit vitamine C in. Je had ook vitamine E, maar ik dacht, ja, wat maakt het uit. Ik heb even een schnitzeltje. Wow, een flesje cola. Dan heb ik een pak Chocomel. Ik heb een dingetje met zakdoekjes meegenomen. Deze zag ik bij de Aldi. En ik heb eigenlijk niet echt gewone zakdoeken. En ik dacht, dat is altijd wel handig om in huis te hebben. Ik hou niet heel erg van papier of zo, want ik krijg best wel snel een droge neus. Dan heb ik champignons. Die ga ik straks snijden voor de pizza. Ik ga pizza maken. Ik heb even weer spekjes. Ik heb boterhamzakjes, want die van mij, ik had er nog maar eentje, dus ik dacht dat is wel even handig. Dan heb ik een gratis reep gekregen, want bij Lidl kun je sparen met zo'n spaarmeter via de app. En als je voor een bepaald bedrag een boodschap hebt gedaan, krijg je dus iets gratis. En ik had nu een reep. Want die zijn uit 3 varianten, Oreo en karamel. Dus nou laat ik maar voor de Alpenmelk gaan. Dan heb ik slavinkjes met korting. Dan heb ik ook weer eventjes afwasmiddel. Dit zijn speciale. Ik heb hier pumpkin vanille. Dat lijkt me heel lekker. Ruiken. Ik heb er eentje met appel crumble. Zal een beetje appeltaart geurtje worden misschien. Oh ja, ik heb ook nog pedaalemmerzakken. Niet boeiend. En sweet maple. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, maar we try. Ik heb nog dingetjes sokjes meegenomen. Die waren een eurotje. Ik vond de kleur heel leuk. Dan heb ik nog waterflesjes. Dus dat waren de boodschappen. Ik zal even kijken hoe laat het inmiddels is. Misschien is het al tijd voor de kat. En dan kan ik ondertussen even rustig mijn boodschap opruimen. Nog 1 minuut. Dus ik ga even wat opruimen en dan kom ik zo nog even bij jullie terug. Zo, de boodschappen zijn voor zover het lukt opgeruimd. Ik heb de dingen in de koeling en de tas heb ik nog niet uitgeruimd. Ik heb geen zin meer om naar boven te lopen, dus doe ik morgen wel. Want ik ben nu best wel moe, ik heb last van mijn been. Dus morgen weer een nieuwe dag. Ik ga zo nog even lekker relaxen en dan straks lekker warm douchen. Ik heb het best wel fris op zich. Ik heb ook mijn winterjas al aangehad. Ik wilde echt mijn uksel aandoen, maar ik dacht nee, je gaat het niet doen. Het is eigenlijk een beetje overdreven, maar ik had het wel koud. Ik dacht echt, oh, ze zitten zo lekker. Maar ja, dan... Het was ook een beetje aan het regenen. Dus ik denk, ja, dan moet je geen UX aan doen. Al met al viel het dus best wel mee. Het was op zich best wel rustig in de supermarkt. Op straat was het best wel druk. Maar dat komt ook omdat het markt was. Maar voor de rest was het op zich in de supermarkt prima te doen. De Lidl was nu goed te doen. De Aldi was ook heel rustig. Dus op zich was het prima. Je merkt wel dat de mensen achter de kassa's mondmaskers dragen. En als een winkel wil dat je een maskertje opdoet, hangt er dus een pamflet aan de voorkant van graag gebruik van een mondmasker. Maar je ziet heel veel mensen die wel zonder mondmasker naar binnen gaan, omdat heel veel mensen geen mondmasker hebben. Dus ja, weet je, dat... En de mondmaskers zijn eigenlijk overal bijna uitverkocht, hoorde ik. Want Kruidvat heeft ze niet meer, Zeeman die schijnt ze ook niet meer te hebben. Ja, het gaat nu in één keer natuurlijk heel hard, er is een hele run op. Maar oké, me druk gemaakt om niks eigenlijk. Ik heb mijn medicijnen opgehaald, misschien had ik het al verteld. Ik weet het even niet meer. Straks ga ik lekker dus douchen, dan ga ik mijn pizza maken. En vanavond kijk ik, Chantal komt werken. En vanavond hebben we volgens mij de 3000ste aflevering van GTST. Als ik het goed heb. Dus dat zal wel spannender worden. Ik hoop het tenminste. Daarna kijk ik lekker Chateau Meiland. En vanavond heb ik weer Jane the Virgin. Daar ga ik weer intens van genieten. Ik ben zo blij dat het erop staat. En ik heb vanavond klem. Dus ja, al met al wel lekker.
En ik ga eventjes mijn foto's bewerken voor mijn blogpost voor morgen. Dus eigenlijk op zich niet heel veel op de planning, maar gewoon lekker rustig aan. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien en morgen gaan we weer wat creatiever zijn. Vandaag had ik natuurlijk weinig om te vloggen vanwege dat ik weg was. Maar morgen gaan we het weer oppakken. Dus ik ga bij deze zeggen, ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 2 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het echt onwijs koud, maar het is ook mijn eigen schuld. Want ik heb een iets te kort shirtje aan met korte mouwen. Maar heel veel zit in de was en ik moet echt gaan wassen. Ik ga ook straks een was aanzetten. En vandaag staat de slaapkamer op de planning, waar ik echt totaal geen zin in heb. Ik heb eigenlijk meer zin om iets voor mezelf te gaan doen. Maar ja, we moeten aan de schoonmaak. Gisteravond heb ik televisie gekeken. Allereerst begon het met de zoveelste aflevering van GTST. Nou, begon al met een heel oud intro. Sorry, ik moet niet. Hij komt niet. Het was dus al een heel oud introotje van de tijd dat ik nog veel te klein was om GTST te kijken. Nou, goed. Daarna zie je Laura, zag je bij het graf staan van Arnie. Arnie is een zoon die ooit is kwijtgeraakt bij een vliegtuigramp. Bleek uiteindelijk niet hun zoon te zijn, want dat was Dennis. Die waren omgedraaid als baby's zijnde, bla bla bla, heel gedoe. Daar kwam Robert aan, die kwam daar ook bij dat graf. Zie je Laura op en zie je later, zie je Laura die is aan het oppassen op het kindje van Tiffy en Lucas. En wordt zij gebeld door Arnie thuis. Met een foto van Arnie erbij. Hoe vaag wil je het hebben? Ten eerste, in de tijd dat die jonge man verdween, waren er volgens mij nog helemaal geen mobieltjes. En waarom zou jij het nummer hebben dan? En waarom zou hij het nummer hebben van Laura? Waarom staat dan echt Arnie thuis met een foto? Ik vond dat heel vaag. Dus ik vond het een beetje vaag opgezet. Maar oké. Okay. Daarna heb ik Chantal Komt Werken gekeken. En Chateau Meiland was leuk. Ik heb ook nog eventjes Bureau 040 gekeken. Want er was op SBS6 voetbal. Dus alles begon wat later. Waardoor ik nog eventjes voor Hart van Nederland Bureau 040 kon kijken. Foto's zijn bewerkt. Dus ja, prima avond. Ik heb net ook de goedkeuring binnengekregen voor het artikel van de hangmat. Daar ben ik ook blij mee. Dus dat was mijn avond. Verder niet heel bijzonder. Ik ga nu eerst even de stoeltjes en de tafel naar binnen halen. Want het is nu droog en van de week gaat het weer regenen. En dan kan dat in ieder geval weer naar zolder. Ga je nu toch niet meer gebruiken. En dan ga ik daarna eventjes de slaapkamer doen. En dan ga ik jullie dan gewoon bijzetten. Ik heb verder ook niet heel veel te melden. Dus ik denk dat ik nu gewoon maar eventjes snel aan de gang ga. Des te eerder ben ik ook klaar. Want de zin is al ver te zoeken. Ik ben klaar. Dan zie je de rug verder. Maar de slaapkamer is schoon. Ik heb een heerlijk schoon bed. En dan ben ik, als ik klaar ben, ben ik ook altijd heel erg weer blij dat ik het heb gedaan. Ondanks dat ik er dan even gewoon totaal geen zin in had.
ben ik toch blij dat ik het heb gedaan. Want het idee dat ik vanavond in een heerlijk schoon bed kan stappen. Echt een geweldig boek aan het lezen ben die ik heel erg leuk vind. Ja, daar word ik blij van. Ik heb ook de stoeltjes en het tafeltje opgeruimd. Ik kan het even laten zien. Ik ga het even door het raam doen. Kijk. Oh, deze kan even naar voren. Alles is weg. Eén nadeel is wel dat het tafeltje heel erg was gaan lekken. Want er is dus heel veel water opgekomen. En toch met zand. En ik had dus allemaal bruine, zwartachtige moddervlekjes had ik in huis. Dus ik heb het opgeruimd en even het dweil eroverheen. Maar dat vind ik wel één nadeel. Maar ik vind het wel een heerlijk gevoel dat het nu weg is. Want ik had even op het weerbericht gekeken. En wat ik zag, wordt het de komende dagen heel erg regenachtig. En nu was het een droge dag. Dus nu is het wel fijn dat het gewoon weer lekker bovenop zon op staat. Dan wil ik morgen ook even het een en het ander gaan opruimen. Maar nu wel, ja, lekker tevreden. Mijn batterij is bijna leeg. Ik ga zo meteen, ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan gaat straks deze nagellak eraf. Ik vind het niet mooi meer. Ik ga vanavond editen. Mijn blogpost schrijven. En ik kijk de Mask Singer. Voor de rest kijk ik Jane the Virgin. En ik heb feuten. En wat ga ik nog meer doen? Oh ja, misschien nog een stukje van Thank You for the Music kijken. Maar dat wordt mijn avond, dus niet spectaculair. Straks lekker douchen en eten en dan de bank op. Dus ik ga bij deze zeggen, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga als een malle mijn batterij opladen, want die is heel erg leeg. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 3 oktober. Ik ben klaargemaakt en het is hier heel erg donker. Dus het licht is niet het allerbeste vandaag. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar The Masked Singer. En ik was heel verbaasd eigenlijk. De pakken waren wederom weer heel erg mooi. De dinosaurus moest het terrein verlaten. En mijn moeder en ik hadden ingezet op Jurgen Rijman. Wij dachten dat Jurgen Rijman in dat pak zou zitten. Dat bleek heel iemand anders te zijn. Ik zal even zijn naam opzoeken, want ik kende deze man niet. Was er ook nooit afgekomen. Ik had nooit van hem gehoord. Laat ik het zo zeggen. Even kijken naar mijn notities. Want ik heb het wel opgeschreven. Oh nee, het staat hier wel. Dat was Burendi Martina. Echt nog nooit gehoord van de hele man niet. Maar die bleek erin te zitten, dus ik kende hem niet. Daarna heb ik een stukje van Thank You for the Music gekeken. En nog van Meester Frank Visser. Maar toen wilde ik gaan editen mijn video. En toen kwam ik erachter dat er geen geluid onder zat. En ik baalde er heel erg van. En ik dacht, oh, ik kan het niet meer opnieuw opnemen. Want ik heb al heel veel dingen in gebruik. En ik heb al dingen weggegeven. Want er zaten ook verjaardagscadeautjes bij. Wat moet ik nu doen? In eerste instantie dacht ik, nou weet je, ik ga hem opnieuw inspreken. En dan hebben we dat geluid eronder. Maar toen kreeg ik toch wel reacties dat het jammer was van het geluid. En ik ben erover gaan dromen. En ik dacht ook, nee, het is eigenlijk niet goed genoeg. Dat betekent dat ik hem zo toch opnieuw ga opnemen. Ik laat dus niet alles meer zien. Omdat de cadeautjes dus al niet meer erbij zijn. Maar ik heb nog wel andere spullen die ik jullie kan laten zien. En dan hoop ik dat het nu wel goed gaat. En dat ik dan alsnog een goede video online kan krijgen. Dus die komt wat later ook vandaag. Ik heb wel mijn blogartikel geschreven, maar het overheerste een beetje dit gedoe met de video. Daarna heb ik Jane Virgin gekeken en feuten, dus dat was eigenlijk allemaal prima. Alleen ja, het is allemaal eventjes een beetje vervelend. Ik heb mijn was opgehangen, ik moet eigenlijk nog een nieuwe draaien. Maar ik ga zo eerst eventjes de video filmen, dan staat die er opnieuw op. En dan, dan heb ik dat in ieder geval gehad. Dus ik ga even mijn kaartje legen. Dan gebruik ik even deze camera, dan hoef ik niet helemaal de opzet anders te doen. En dan ga ik eerst even de video opnieuw opnemen. Voor de rest ga ik even stofzuigen, de kattenbakken uitscheppen en even bullet journalen. Ik wilde eigenlijk bovenop wat opruimen, dus ik hoop dat dat ook nog een beetje lukt. Maar goed. Ik ga nu eerst even het kaartje legen en dan ga ik eerst even de video opnieuw opnemen en even de spullen weer bij elkaar zoeken. Zo, de video staat er inmiddels weer op, dus die ga ik straks even editen en dan komt hij dus iets later online. Het licht is echt verschrikkelijk, hier zie ik wel. Maar goed, ik ga alles eventjes opruimen en dan ga ik eerst even stofzuigen en eventjes boven misschien nog wat opruimen, sowieso deze spullen weer.
Dus dan zet ik hier bij het bullet journal er nog wel even bij. Maar eerst eventjes alles weer netjes een plekje geven. Want ja, dat is gewoon een beetje het nadeel als je het opnieuw moet doen. Maar goed, het is in ieder geval weer gelukt. Dus tijd om even verder te gaan. Zo, de katjes hebben net gegeten. Ik heb even lekker bullet journaled. Ik heb het ijskoud en ik heb de lampjes aan. Het is gewoon al hartstikke donker hier. Dus ja, het was gewoon wel nodig. Maar ik vind het ook wel gezellig. Ik denk dat het hier 20 graden is. Even kijken. Ja, 20 graden. En ik ben nog niet van plan de verwarming aan te doen. Hebben jullie de verwarming al aan? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar. Kijk, ik heb een klein huis, dus ik snap als je gewoon een grotere woning hebt dat je sneller gaat stoken. Maar ik was nog niet zo ver. Ik heb boven wel wat opgeruimd, maar ik ben nog niet tevreden. Dus ik hoop morgen nog even verder te gaan. Maar nu kwam het er natuurlijk even tussen, omdat ik toch de video opnieuw wilde opnemen. Die ga ik straks editen en dan komt die nog online. En ik hoop, ja, het was weer te donker. Dus ik hoop dat ik het allemaal wat lichter kan maken. Het was allemaal een beetje drama. Ik moet echt een lamp hebben. Maar goed, we hebben nu in ieder geval, dat is in ieder geval gebeurd. Straks editen, hem even online zetten en dan hoop ik dat ik vannacht ook wat beter daarvan slaap. Vanavond kijk ik hou van Holland. Ik wil daarna even Thank You for the Music afkijken. Ik denk dat ik nog even wat dingen ga terugkijken. Ik heb sowieso Jane the Virgin en ook weer Feuten. Ik ben nu bij seizoen 3, dat is ook het laatste seizoen. Dus ja, eigenlijk wel gewoon eventjes weer lekker genieten. Al moet ik wel zeggen dat Jane wel een beetje een zeur is. Ja, ik wil niet te veel spoileren. Want misschien dat je seizoen 5 zelf nog wil gaan kijken. Maar ik moet zeggen, ze weet niet zo goed wat ze wil. En dat is wel een beetje irritant. Dan gaat er een even lekker op de kattenbak. Ja hoor, kan gewoon allemaal. Voor de rest probeer ik ook nog even wat aan de vlog te doen vanavond. Want dan kan ik daar ook even mee verder. Dus ik ga jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer zien. Want er is nu verder toch niks meer. Ik ga zo eventjes alvast het eten uit de vriezer halen. En ja, dan ga ik straks gewoon lekker relaxed. Lekker warm douchen. Lekker in mijn makkelijke kleding. En lekker op de bank hangen. Dus dat vind ik een goed idee. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 4 oktober. Het is dierendag. Dus de katten krijgen straks iets lekkers. Eigenlijk vind ik het elke dag wel dierendag. Maar ja, omdat het nu echt speciaal dierendag is, krijgen ze iets extra's. Dus dat gaan we straks even geven. Het is lekker waaierig buiten. Het eigenlijk is het heel georiënteerd naar de vallende blaadjes te kijken die buiten vallen van de bomen. Ik vind dat heel interessant. Van de week was het ook zo hard aan het regenen. Dan gaat ze jongen met een pootje zo voor het raam staan van... Hé, dit is leuk. Dus je ziet er... Ja, ik kom wel eventjes inzoomen. Zul je net... Ja, kijk, nu gaat ze hier... Nu doet ze het niet meer. Het is een beetje jammer. Ik was net te laat. Ze zat net heel gedesoriënteerd te kijken. Maar nu houdt ze het weer volgens je. Dus ik heb gisteravond lekker televisie gekeken... Ik hou van Holland. Was wel leuk. En daarna heb ik eventjes Thank You for the Music afgekeken. En wat had ik nog meer gekeken? Oh ja, een stukje Meester Frank Visser. Ik heb de video even opnieuw geëdit. Die is online gekomen. Ik heb de vlog af tot en met gisteren af.
Dus wat dat betreft best wel doorgewerkt. Ik heb al wat foto's bewerkt voor het artikel van dinsdag. Dus ja, eigenlijk al met al was het best wel positief. Ik heb hier een heel lang haar aan mijn mouw hangen. Ga weg. Ik heb Jane Virgin weer gekeken en daarna Feuten. Was ook wel weer leuk. En vandaag hebben we eigenlijk weinig op de planning. Ik wil nog even iets boven opruimen. Eigenlijk wilde ik nog gaatjes dichten met Kit, maar ik weet niet of ik zo zin heb. Ja, ik moet eventjes de... Bij de een zit er nog een schroef in, die moet eruit. En ik moet ook nog... Er was nog iets. Ik moet eigenlijk de pluggen eruit zien te halen, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat ga doen. Dus ik moet even kijken of ik dat ga doen, anders doe ik dat volgende week wel. Dat loopt op zich ook niet weg. Dus op zich maakt het niet zo heel veel uit. Ik ga wel foto's maken en even stofzuigen, de kattenbak scheppen. Eigenlijk een beetje de standaard dingetjes. Dus verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Dus ja, dikke prima eigenlijk. Ik heb het een beetje koud. Ik heb lekker een dikke trui aangetrokken. Met emotions, emoticons. Dus ja, eigenlijk wel prima. Nee? Ja, we hebben geknuffeld, hè? Ja. Dat is leuk even knuffelen, hè? En deze was, die wil maar niet drogen. Die is nog steeds vochtig. Daar baal ik een beetje van. Aangezien ik hem heel graag op wil ruimen en ook weer nieuwe was wil wassen. Want dat moet gewoon. Maar ja, het zit er niet echt in, want het droogt gewoon allemaal niet zo snel. En met dat soort dingen, dan mis je wel een droger. Maar ik zou ook niet weten waar ik een droger kwijt moet. Ja, en heel veel kleding mag ook niet in de droger, weet je. Dan zou het alleen puur voor je handdoeken zijn. Dat zou op zich wel handig zijn, maar ja, het wordt ook niet. Dus het is helaas. Ja. En nu zit ik met deze hier op schoot. Dus ik ga zo eventjes mijn dingetjes doen. Ik ga nog even knuffelen met Mickey. En dan zal ik jullie wel even laten zien wat ik ga fotograferen. En natuurlijk straks als de katten iets lekkers krijgen. Dus dat is nu eventjes de planning. En dan ja, zien jullie het straks wel. Beetjes! Muis! Het is dierendag. Kijk eens, Kipsnip. Kijk eens. Nee, deze. Lust je geen kipstrip? Kijk een kipstrip. Lust jij geen kipstrip? Dan krijg jij dat. Nee, wacht even. Even wat anders pakken voor Tijn. Tijn is niet kipstrip? Nou, dan neem jij maar een snoepje. De anderen vinden wel kipstrips lekker. Oh! Kijk, jij is nog een kipstripje. Jij nog een snoepje dan? Je lust geen kipstrips. Kijk maar, je vindt ze vies. Kijk. Wil je nog een kipstripje? Ja, jij krijgt nog een snoepje. Omdat het dierendag is. Kijk voor jouw snoepje. Jij komt. Jullie krijgen nog een kipstukje. Jij vindt de kipstuk lekker. Kom maar. Wil jij nog een kipstukje? Zo, fijne dierendag, vriendjes. Nou is het klaar met snoepjes. De
fotospulletjes. Ik heb een mascara van Maybelline. Het is de Blackest Black Great Lash Mascara. Ben ik heel benieuwd naar. Ik heb hem ooit eens gehad. Maar ik weet niet meer hoe die beviel. Dan heb ik twee concealers van het Kruidvat. De Stay With Me concealers. Ik heb een hele donkere en lichtere. Dit is de kleur 050 Soft Almond. En ik heb de kleur 010 Very Nude. En dit hele leuke oogschaduwpaletten van W7. Dit is het On The Rocks paletten. Die ziet er zo uit. Dus hier gaan we maar even foto's van maken. Want dan kan ik dat aankomende week weer gaan testen. Ik heb de mascara toch even omgewisseld voor deze mascara van Get It Girl. Dit is de Wicked Wings Long Lasting Volumizing. Omdat ik denk dat deze lijn er binnenkort uitgaat. Dus dan leek het me handig om deze eerst even te fotograferen. Dus die heb ik dus even gewisseld met die Maybelline mascara. Zo, het eten van de katten is op. Tijgertje lust dus geen kipstrips. Ik dacht ik geef ze kipstrips, maar die vindt ze dus niet lekker. Dus die heeft gewone snoepjes gehad. Ik heb toch de gaatjes gedicht. Nou ja, zover dat dat goed werd. Ik had eigenlijk het partyding nog leeg willen laten lopen. Maar goed. Ik heb hier de gaatjes gedicht. Je ziet nog wel inderdaad hier dat er een plug in zit. Die krijg ik er niet uit. Die heb ik opengelaten, want daar komt weer mijn kapstok aan. Maar ik zit te denken om deze muur een keer opnieuw te gaan schilderen. Want er zitten zoveel plekken op. Misschien dat dat gewoon wel een keer goed is. Om dat te doen. Dat denk ik wel. Als het goed is heb ik nog verf. Dus ik zou dat eigenlijk best wel een keer kunnen doen. In de keuken heb ik ook gaatjes gedicht. Je hebt een beetje last van het geluid van de wasmachine. Oh, ik stel ook weer lekker scherp. Deze gaatjes zijn dus nu ook dicht. Ook niet heel netjes, maar ook hier zal wel weer een keer een verfbeurtje mogen plaatsvinden. Nou, de katjes hebben net hun zachte brokjes op. Dus wij gaan zo even lekker relaxen. Vanavond kijk ik weet ik veel. En ik kan nog wat dingen terugkijken. Ik denk dat ik Ranking the Stars even terugkijk. Ja, verder wil ik verder met de foto's voor het artikel van morgen. Misschien ook nog wat foto's voor dinsdag. Ligt er even aan hoe het vlot. Maar op zich altijd al wel een positieve dag. Ja, toch nog wat blij. Toch even met die geitjes in de gang ben gegaan. Ik had eigenlijk niet zo heel veel zin. Maar ik dacht, nou ja, ik kan beter gewoon even aan beginnen. Ja, dan zie je nu dingen dat je eigenlijk denkt, goh, eigenlijk kan alles wel weer een keer een verfbeurtje gebruiken. Ja, en op zich denk ik wel dat ik dat toch wel weer een keertje wil gaan doen. Maar goed, dat zal niet binnen nu en een paar weken zijn. Daar moet ik even de tijd voor nemen en even kijken. En dan moet ik ook weer even nieuwe rollers en zo halen, want dat heb ik allemaal niet meer. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik kijk vanavond, kijk ik Undercover en ik kijk weer Rex. Dus verder niet een hele speciale avond. Straks lekker douchen, dan eten en dan lekker de bank op. Ik heb het koud. Heel een beetje lui. Maar ja, het is zondag. Ik ga jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb verder niks meer te vermelden of wat dan ook. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 5 oktober en het is koud. Maar goed, ik ben klaargemaakt en we hebben net fijn nieuws gekregen. De kat van mijn moeder moest namelijk vandaag gebitsreiniging ondergaan bij de dierenarts. Mijn moeder was er vorige week geweest en toen hadden ze gezegd van nou, ze heeft toch best wel een beetje last van ontstoken in haar mond. Dus ze moet een gebitsreiniging. Dus mijn moeder had ook maar gelijk afgesproken voor vandaag. Want op maandag is voor haar sowieso de beste dag omdat ze in de middag vrij is. En over 2 weken gaat zij oppassen op lente op maandag. Dus vandaag was gewoon eigenlijk de beste dag. En toen kon het. Dus mijn moeder had haar vanochtend al best wel vroeg weggebracht. En ze kreeg nu, ik denk een minuutje of 10 geleden bericht dat ze er mocht ophalen. Ze stuurde op een gegeven moment ook al een appje van nou, ik mis er nu wel. En ik vond het een beetje spannend. Want de dierenartsen zeggen altijd dat de kat van mijn moeder te dik is. Het is ook wel een lekker wollig, mollig katje. Maar ze heeft ook een hele dikke vacht. En natuurlijk, we weten wel, ze is misschien iets aan de zwaardere kant. Maar dat maakt haar ook wel weer super leuk. Kijk, het is een buitenkat. Het is al heel anders dan een binnenkat. Mijn katten die komen niet buiten. Die zijn ook allemaal best wel dun. Ja, je bent wel dunne muis. Ja.
En dat is een heel verschil. Want een buitenkat, die denk ik echt wel dat die gewoon hier en daar wat meepikt. En je weet natuurlijk niet wat ze oppikken qua beestjes. Maar nou ja, goed. Buiten zullen ze echt wel wat eten. Ze hebben toen ook gezegd, toen ze dat constateerden van ja, ze is te dik en bla bla bla. Ze moest minder eten gaan geven. Dat mocht dan maar 3 schepjes per dag. Maar ze had zo'n honger elke keer, die kat. Ja, dat werkte gewoon niet. Dus mijn moeder die geeft er nu wel gewoon weer brokjes. Ze heeft ook wel speciale brokjes. En ja, weet je, ze was toch 1 kilo afgevallen. Dat is toch best wel knap, vind ik. Maar goed, omdat ze dus altijd zeggen, ze is wel te zwaar. Ze moest onder narcose, vond ik dat best wel een beetje spannend. En ik dacht van, oh, als ze het maar overleeft. En nou ja, toen kreeg ze dus net het bericht dat ze er kon ophalen. Dus dat was heel fijn. Moet ik zeggen, het is echt een lieverd. Ze heeft heel veel meegemaakt. Ze heeft in een brandend huis gezeten. Dat heeft ze overleefd. En je merkt, daarna is haar gedrag wel wat veranderd. Ze is wat schuchterer geworden. Als het heel druk is, komt ze bijvoorbeeld ook niet naar beneden. En ze is dan ook wat liever op haarzelf. Maar ik vind het fijn dat het allemaal goed is gegaan. En dat ze nu lekker naar huis toe mag. Dus dat is heel fijn. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Ik heb het lakje hier nog liggen. Dit is namelijk het nude lakje. Deze komt uit die Catrice lijn. Dit is uit de Neo Nude lijn. Dit is de kleur C03 Pleasing Rosewood. Dit is eigenlijk de enige van de nude lakjes die een beetje een goede dekking heeft. Maar die vind ik echt super leuk. Gisteravond heb ik geprobeerd om weet ik veel te spelen. De app had bij mij heel veel kuren, dus ik heb hem op een gegeven moment afgesloten, want het werkte gewoon niet. Het was niet leuk om op deze manier mee te spelen met de app. Ik heb het wel verder gewoon gekeken. En het was ook best wel moeilijk. Maar ja, het was gewoon jammer, omdat ik hem dus niet kon uitspelen. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat ze daar nog wat aan gaan doen. Maar vaak tegen de tijd dat het opgelost is, dan is het programma voorbij. Dus, daarna heb ik even Ranking the Stars gekeken. Ik moet zeggen, ik heb wel gelachen, maar ja, ik heb het de afgelopen weken waren gewoon grappiger. Maar het was wel even leuk om te kijken. Ik heb weer Rex gekeken en ik heb weer Undercover gekeken. En ik wil er toch even wat over kwijt. Want ik hoor van heel veel mensen, lees ik op internet, dat mensen zeggen, wat is dit een slecht seizoen? En er zei zelfs iemand, ik word helemaal gek van die Belgische accenten. Ja, het is een Belgisch programma. Dus wat verwacht je? Kijk, er hebben in het eerste seizoen zaten meer Nederlanders. Dat is absoluut waar. De enige 2 Nederlanders die ik tot nu toe heb gespot, dat zijn Elise Schaap en... Dan moet ik even nadenken over zijn naam. Hoe heet hij nou? Ik weet alleen even de naam die hij speelt. Dus Ferry Bouwman. Die man van die Jumbo reclame, weet je wel. We gaan hem opzoeken, want ik kan hier niet tegen. Frank Lammers. Hey, ik wist het ineens. Dat zijn momenteel de enige 2 Nederlanders. Oh ja, Rico Verhoeven doet het ook nog mee. Is ook nog Nederlander, maar die heeft niet echt een grote rol. Je merkt ook wel dat het de verhaallijn van Ferry en Danielle wat meer naar de achtergrond is geplaatst. Omdat ze nu op een hele andere plek undercover gaan. Het is veel Vlaams. Ben ik er mee eens. Maar ja, ik hou van Vlaamse series, weet je. Ik vind het leuk en ik moet zeggen, ik was na de eerste aflevering ook sceptisch. Dat ik dacht van, is dit het nou? Maar... nu ik verder ben, vind ik het toch wel weer heel erg goed. Dus ja, ik heb er wel weer van genoten. Ik ben ook een Belgische serie aan het binnenhalen. Nathalie die vroeg aan mij gisteren, heb jij Zonnestad? Zonnestad is ook wel bekend als Flikken Antwerpen in België. Alleen ze mochten op een gegeven moment geloof ik die naam niet meer voeren, omdat het te veel leek op Flikken. Dus het is op een gegeven moment Zonnestad gaan heten. Dus dat ben ik aan het binnenhalen. Het was leuk. Ik wilde het zelf toevallig ook weer eens gaan kijken. Ik ben er heel lang naar op zoek geweest. Dus als ik Nathalie dan een keer zie en ik heb alles binnen, kan ik het aan haar geven. Maar dan moet zij ook haar HD mee hebben. Haar externe hardschijf. Want anders kan ik het. Ik kan het ook niet e-mailen, want het is te groot. Maar goed, dat is het. Nu gaan we stofzuigen. Ik ga even vlees uit de vriezer halen. En dan gaan we een video opnemen voor maandag. En dit keer gaan we goed ons best doen dat het niet weer fout gaat. Dus dat is voor nu even de planning en daarna wil ik nog even bullet journalen. Dus ik ga zeggen, tijd om even wat te gaan doen.
Zo, alles is klaar. De video staat erop. Dus dat is mooi. Even gekletseld, maar ik heb het nu wel echt ijskoud. Ik merk ook nu het weer kouder wordt dat ik dan ook extra verlang als ik naar een warme douche. Ja, het liefst zou ik een bad hebben, maar die heb ik niet helaas. Ik hoop ooit. Ooit hoop ik op een huis met een bad. Maar ik vind het echt zo intens lekker om dan warm te douchen. Ja, in de zomer verlang je ook naar een douche. Vooral als het warm weer is. Dan vind je het gewoon lekker dat al het vieze zweet wat je afgaat. Alleen het helpt vaak niet zo heel lang omdat je heel snel weer zweet. Maar oh, ik vind het zo lekker. Dan lekker die douche warm. Oh, heerlijk. Ik ga vanavond eventjes verder met het artikel. Want ik had al heel veel geschreven voor het artikel van morgen. Voor de Real Techniques kwasten. Dus die heb ik al voor een groot deel af. Dus alleen nog even foto's importeren. Ik moet ook mijn eigen artikel nog schrijven. Voor de review die vandaag online komt. Vanavond kijk ik weer voor hetzelfde geld. En natuurlijk Chateau. Dus en verder... ga ik vanavond weer verder met Jane the Virgin en met Rex. Ik had gisteravond trouwens ook nog even All-Stars en zo teruggekeken. Maar ik moet daar nog wel even aan wennen. Het is nog niet helemaal gewoon. Maar je hebt vanavond ook een hele interessante documentaire. En die ga ik even opnemen. Dat is over Merlijn Kamerling. Dus de zoon van Anthony en Hoeze, Isa. Die vertelt nu jaren later, omdat het nu bijna 10 jaar geleden is dat... Anthony zelfmoord heeft gepleegd, heeft hij een documentaire gemaakt. Die lijkt me heel interessant, maar die ga ik eventjes opnemen. Want ja, het lijkt me echt heel interessant. Maar ik heb nu eventjes wat andere programma's die ik ga kijken. En ik wil daar gewoon even rustig voor gaan zitten. Dus straks lekker douchen en verder niet heel veel. Dus ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik heb al een foto gehad. De lieve kat bij mijn moeder is weer thuis. Dus dat is heel fijn. Het was nog wel een beetje duffig, maar loopt weer heerlijk rond. Dus dat is heel fijn. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 6 oktober. En het is weer koud. Emmers, ik heb net voor jou al een wasbeurt gehad. Ja, altijd als ik mijn dagcreme heb opgedaan, dan ga ik op de bank zitten. Dan komt Muis, die vindt dat lekker om af te likken. Waarom, weet ik niet. Maar goed... Ik heb gisteren mijn korte tolpiercing er weer ingedaan. Ik had echt al een hele tijd belangen in. Het probleem is dat korte tolpiercings draaien heel makkelijk los. Dus heel makkelijk dat balletje gaat eraf. En dat is gewoon heel vervelend. Ik heb echt al een paar keer meegemaakt dat ik een balletje ook heb doorgeslikt. Dus op een gegeven moment was ik er klaar mee. Toen heb ik die lange erin gedaan. Maar ik merkte gewoon, ja, dat is gewoon eigenlijk ook niet de bedoeling. Want die lange die gaat erin nadat je hem hebt gezet. Omdat je meer ruimte hebt voor zwellingen. Maar ja, dat ging gewoon niet helemaal lekker. Dus toen dacht ik gisteravond opeens, nee, die korte moet er weer in. Ik moet wel zeggen, ik deed dat bij die andere ook. Ik draai wel elke keer voor ik ga slapen, draai ik de piercing nog weer extra goed aan. Dat ik het in de nacht best wel eng vind. In verband met dat je hem misschien kan doorslikken. En dat je het niet in de gaten hebt. Ik weet dat plastic piercings nog beter zijn. Of plastic. Nou ja, het is een soort plastic zeg maar. Maar daar heb ik gewoon een haatverhouding mee. Want die bijt ik gewoon kapot. Die bijt ik gewoon met eten. Bijt ik die kapot. Ik heb dat echt verschillende keren geprobeerd. En elke keer beet ik ze weer kapot. Dat is gewoon niet te doen. Dus wat dat betreft is chirurgisch stijl gewoon beter voor zowel het balletje als ook het staafje. Dus dat was gewoon heel vervelend. Ik weet ook bijvoorbeeld dat tandartsen helemaal niet zo happig zijn op tongpiercings. Ik heb een tijd bij een kaakchirurg gelopen en die zei op een gegeven moment... gaat die piercing er nog uit? Nee... dat was een man die ging hardop citeren wat hij opschreef. Hij schreef op, de piercing gaat er voorlopig niet uit. Ik zei, nou maak er maar gewoon, gaat er niet uit van. Dus ging hij dat opschrijven. Ja, hallo, ik was ook nog echt super jong. Ik was denk ik een jaartje 24, 23 zelfs. Dus ja, nou ja, goed, ik ben er nog steeds blij mee. Maar in ieder geval weer even een korte balletje. Voor de rest heb ik lekker gekeken naar voor hetzelfde geld. Dat was ook heel leuk. Die mensen gingen ook echt een bot doen. Dat bot is uiteindelijk geaccepteerd. En die gaan dus volgend jaar gaan ze naar die woning. Maart 2021. Dus dat is heel leuk. Toen heb ik Chateau Meiland gekeken. Daar heb ik ook wel weer even lekker om gelachen.
Ik heb het artikel verder afgemaakt. Die is ook al online gekomen van de Real Techniques kwasten. En ik heb ook het artikel voor gisteravond heb ik afgekregen. Dus dat was ook top. En wat heb ik verder gedaan? Oh ja, Jane de Geurtje gekeken en Rex. Dus dat was allemaal wel leuk. Nu ga ik zo meteen lekker de woonkamer, de gang doen, de douche, de katten bakken. Ik kreeg net wel weer een melding van nu dat er weer forse stijgingen zijn met corona. Alleen ik weet niet zo goed bij nu of die cijfers alleen voor Nederland gelden of dat het voor meer landen is. Dat wordt me nooit helemaal duidelijk. Wel las ik dat er bij een crewlid bij van GTSD corona is geconstateerd. Dus die opnames liggen ook weer stil. Ik geloof dat die na de herfstvakantie of zo weer hervat worden. Als ik het goed heb gelezen. Maar goed, ja. Het blijft aanmodderen. Het is allemaal, het is een vreemde wereld waar mensen momenteel in zitten. Maar goed, ik ga nu even lekker een muziekje aanzetten. Dan gaan we eens even wat doen. Dan zet ik hier bij de douche gewoon wat even bij. Wat ik trouwens nog even wilde laten zien, daar was ik wel verrast door. Ik had mijn post eventjes gehaald gisteren. En toen zat er dus van de Albert Heijn, een proefje in met koffie. Een Senseo Gold. 100% Arabica. Ik denk dat het een best wel sterk kopje koffie is. Maar dat was een probeerseltje. Dat was dus van Albert Heijn. En ja, je krijgt dus... er zit ook een kortingscode bij voor 25% korting. Maar dat vond ik wel heel erg grappig. Dat ik die bij de post had gevonden. Alles klaar en ja hoor, de camera is leeg, de batterijen. Ik ben al wel een beetje aan het kijken geweest wat batterijen kosten, maar die zijn nog best wel duur. Dus daar wacht ik nog heel even mee. Ik moet gewoon proberen het sneller op te laden. Maar omdat ik hem eigenlijk zondag had opgeladen, omdat ik voor gisteren, toen dacht ik nou dan trekt hij vandaag ook nog wel, maar dat was dus niet. Maar goed, geef niet. Kijk eens even wat ik heb gedaan. Ik heb de was er weer gehaald. Ik heb al een deeltje in de kast. Dan kan er straks ook weer een nieuwe was. Want die draait nu. Misschien hoor je de wasmachine op de achtergrond. Alles is wel klaar. Schone kattenbakken, schone douche, schone gang. De groente is afgehaald. Ik heb nog zelfs wat aan die was kunnen doen. Dus ik ben eigenlijk super tevreden voor vandaag. Ik ga nu ook verder niks meer doen. Ik ga even lekker relaxen. Ik verbaasde me trouwens nog wel even over de president van Amerika. Die had zichzelf laten opnemen in het ziekenhuis, want die had corona. Die mocht dus eigenlijk gisteren mocht het ziekenhuis verlaten. Die heeft gelijk eventjes een rondje langs de fans gemaakt in de auto. Dus lekker corona-proof. Maar goed, ik ben daar toch minder mee bezig omdat het Amerika is, denk ik. Ik ben weer meer bezig met wat er in ons eigen land speelt dan wat er in andere landen speelt. Vooral omdat nu, omdat je toch niet naar heel veel landen mag je toch al niet meer reizen. Oh, dan gooi je er even eentje de deur open. Dus dan wordt even het lawaai iets harder. Vanavond. Frankologie checken in. Getekend voor het leven gaan kijken. GTSD. Wat momenteel gewoon super spannend is. Waar ik heel blij van word. Ik ga even de vlog verder afmaken en de foto's bewerken. En ik heb weer Jane Virgin en daarna gewoon weer Rex. Dus dat wordt verder mijn avond. Niet bijzonder, maar gewoon lekker. Dus ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Want ik vermoed dat het alweer een hele lange weekvlog is. En ik probeer ze weer wat korter te maken. Maar op een of andere manier lukt het nog niet zo goed. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan er op het rondje met mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf kun je op de rode button drukken. Daarnaast staat een belletje, die kun je aanzetten. En dan krijg je een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. En hoef je dus niks te missen als je dat niet zou willen. Voor nu bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!